In de eeuwen der eeuwen. Het is een uitdrukking die we tijdens de Eucharistie verschillende keren horen. De eeuwigheid staat ook centraal in de lezingen van volgende zondag. In de vraag bijvoorbeeld van de Pharisee aan Jezus over het eeuwig leven. Wat moeten we ons voorstellen bij eeuwigheid? Sommige mensen denken dan direct aan het leven na de dood. We sterven en dan betreden we het eeuwig leven. Het zit iets wat complexer in elkaar. Want de vraag die we ons moeten stellen is niet wanneer is er eeuwig leven, maar van wie komt eeuwig leven? Bij wie is eeuwig leven te vinden? En het antwoord is dan, dat hoort bij God. God is de eeuwige. En Hij is degene die ons uitnodigt om in te treden in Zijn eeuwigheid. En Hij doet dat niet alleen na de dood. Die uitnodiging kan je ook ervaren hier en nu, terwijl we ons nog in de schepping bevinden, terwijl we nog volop in het leven staan. Het Hebreeuwse woord dat aan de basis ligt van ons woord eeuwig is. Niet alleen verbonden met tijd, maar ook met ruimte. Het neemt als het ware ruimte en tijd samen. Lang voor Einstein dat gedaan heeft. De ruimte en tijd neemt hij samen. En uh, zegt het overstijgt ze. Het overstijgt zowel het ruimtelijke denken als het tijdelijke denken. En dat is voor ons onmogelijk om te betreden. Wij mensen, wij kunnen niet anders denken dan in de dimensies van ruimte. En tijd. Wij kunnen ons niks voorstellen bij uh, zich bevinden in een niet-ruimte of ons bevinden in een niet-tijd. Dat is nonsens binnen onze kaders. Wel, God overstijgt die dimensies. Hij is hoger dan het verste plekje. En langer dan het langste moment, zoiets in een aard. Dat is wat dat woord in het Hebreeuws uitdrukt en wat wij vertalen in eeuwigheid. Het ons overstijgende, mag je zeggen. Het is in onze kathedraal uitgebeeld in de Venerabelkapel. Hoog in het altaar zie je God de Vader uitgebeeld met een wereldbol. En op de band rond de wereldbol zie je sterrenbeelden afgebeeld de zodiac zoals we die noemen. Wel de aarde staat daarvoor het ruimtelijke en die sterrenbeelden staan daar voor het tijdelijke. God beheerst ze allebei. En dus als we ons de vraag stellen of als de fariseer de vraag stelt naar eeuwig leven, gaat het over hoe kunnen wij in ons bestaan Binnentreden in het Goddelijke. Waar bevindt zich het volle leven zoals God het gemaakt heeft? Het volle leven waartoe Hij ons uitnodigt. Die eeuwigheidswaarde van het bestaan, die wordt in vraag gesteld. En dat is zo'n belangrijke vraag voor deze tijd. Wij bevinden ons in een. Een samenleving waar de impulsen ongecontroleerd en in een soort van uh, ongelooflijke chaos op ons afkomen. Allemaal stemmen die zeggen: wij zijn het belangrijkste, hier vind je het belangrijkste. En dat kan gaan over politieke ideeën, maar ook over shampoos. Het volle leven is hier te vinden, is de stem die in zoveel klanken op ons afkomt. Maar wat heeft echt eeuwigheidswaarde? Waar vind je de volheid van het bestaan? Deze diep menselijke vraag staat centraal in heel het Evangelie en zeker dat van volgende zondag. En het antwoord, het bijbelse antwoord en het Jezus-antwoord, is heel helder: dat bevindt zich. In de barmhartigheid. Het enige dat er uiteindelijk toe doet, dat groter is dan ruimte en tijd, is de barmhartigheid van God. En die kan wel degelijk zichtbaar worden in het leven zoals we dat meemaken. Kijk naar de barmhartigheid van de Samaritaan.